In de vorige aflevering zeilden we naar Moeros, waar we de fokroller konden laten lassen en repareren. We ontmoeten Manuelinho, de dolfijn die iedereen in de haven welkom heet. Na de reparatie en wat klussen zeilden we door naar Ria de Arauza. Waar zijn we op de kaart? Daags na onze aankomst in A Coruña zeilden we naar Ria de Ferrol, daarna zuidwaarts naar Ria de Camarinhas en vervolgens verder via Sisarga Grande naar Ria de Muros. Daarna zeilden we door naar Ria de Arauza, waar we bij Ia de Arauza voor anker lagen. Deze aflevering begint als we juist zijn aangekomen bij Cambados, meer zuidelijk in de Ria. We hebben zojuist een kip burgemeester gemaakt, een gegrilde kip, van Sonia. En Sonia heeft hem eventjes in een hoop stukken geknipt. Een heerlijk wijnsausje erover. Een heerlijk sausje erover. En het was buitengewoon prettig. Ja. En we zijn in Cambados. En nu zijn we op zoek naar een wijn, een soort château. Maar dan heet het natuurlijk niet château. Maar... witte wijn. Iets, ja. Iets met wijn in de buurt. Ja. En dan gaan we nu naar op zoek. En Simone is eventjes bij de Office de Turismo. Dat is daar, let op. Ergens. Die gaat daar gaat het vragen. Het staat ook gewoon op Google Maps. Maar... vindt leuk. Het is, ze vindt het leuk omdat we een beetje Spaans oefenen. Of eigenlijk Galicisch oefenen, want dat is wat ze hier veel spreken. Ja. Of heet dat zo? Galicisch? Gallisch? Gallisch. Oh. Dat zal wel niet goed zijn. Sluiten. Kijk, de omgeving is wel heel mooi. Cambados. Daar is de haven ergens. En we hebben achter die bomen ligt onze Eva ergens in het water voor anker. Het wijnhuis is helaas gesloten, dus we trakteren onszelf op een heerlijke lunch. Met wijn uiteraard. Dat is wel heel leuk. We hebben heel het wijntje. Ja, een hammetje wijn erin. Een paar sardientjes. Een hammetje erbij. Hammetje. Lekker hoor. Een als God in Frankrijk. En daar achter de golfbreker daar ligt ons Evaatje. We moeten eerst even deze golf trotseren. Ik hoop dat het lukt. We liggen rustig voor anker bij Villa Garcia de Arauza. En het is inmiddels donker, zoals jullie zien. Bijna donker. En we blijven hier waarschijnlijk een dag of twee liggen, omdat we morgen naar Santiago de Compostela willen. En ik denk dat het gaat lukken. Met de trein. We gaan niet lopen dit keer. Ik zal eventjes een rondje doen, dat is echt leuk. Kijk, daar is nog een beetje... nou, het ziet er op de video wel licht uit, maar het is best wel donker. En dit is ons ankerplaatsje. Daar ligt trouwens nog een Duits jacht. Daar hebben we al eerder mee in dezelfde baai gelegen. Dit is echt toeval. Maar wel leuk. En dit is dus Villa Garcia de Arauza. Nou, hoe leuk is dat? En binnen... binnen wordt er hard gewerkt aan een diner. Dus ook dat gaat helemaal goed komen, denk ik. Yep.
onderweg naar Santiago de Compostela. We zijn midden in de nacht opgestaan. Voor ons gevoel dan. Het was 7:30. En nou, nu zijn we dus onderweg. Ik denk nu dat het 8:30 is of zo. We hebben een uurtje reis voor de boeg, denk ik. De stad Santiago in de Spaanse autonome regio Galicië werd gesticht in de 4e eeuw, tijdens de val van het Romeinse Rijk. In 814 werden volgens de overlevering de beenderen gevonden van een van Jezus' apostelen, Jacobus. Volgens de overlevering werd Jacobus na zijn onthoofding door twee discipelen meegenomen naar de Galicische kust. Daarna zou hij begraven zijn bij de berg Libredon. Nadat de paus bevestigde dat de botten van Jacobus gevonden waren, werd Santiago de Compostela een bedevaartsoord. Na de ontdekking van Jacobus' graf trokken hordes mensen richting het bedevaartsoord. Op het hoogtepunt in de 12e eeuw trokken jaarlijks 500.000 pelgrims naar Santiago de Compostela. In de eeuwen daarna werd de tocht iets minder populair, maar na de Tweede Wereldoorlog veranderde dat. In Frankrijk zijn 4 hoofdroutes die leiden naar het bedevaartsoord. We staan in de rij bij de kathedraal, maar we weten eigenlijk niet zo goed waarom. Toch, Pet? Ik voel alsof we ergens toets. Het schijnt voor de mis van 12 uur te zijn, maar we willen helemaal niet naar de mis. Nee, we willen een kop koffie halen. We willen eigenlijk een kop koffie. We zijn hier geplaatst. We zijn hier neergezet en we doen braaf wat er gevraagd wordt. En dat is ook al jaren gewend zijn. Ja, dat is een beetje, we voelen ons helemaal thuis. Misschien moet je dit eruit knippen. Nee, dat is toch gewoon, soms is de waarheid niet altijd even leuk. Maar, nee, we doen gewoon braaf wat ons gevraagd wordt. Eigenlijk houden we 2 plekken bezet in de rij. Dus, maar dat doen we gewoon. Blij dat we in de noodstop zitten. We hebben officieel een dieptepunt bereikt. We zitten in de oude vandaag-trein. We zitten in de trein. Nou, ook nog. En we gaan een rondritje door Santiago de Compostela maken. En dit is het plein voor de ingang van de kathedraal. Overigens. Kijk. De echte pelgrims komen hier aan, vallen op hun knieën en doen van alles. Kijk. Zo werkt dat, zwaaien allemaal. In Nederland zijn er routes vanaf de Waddenzee en in België lopen er routes door Tiene en Luik. Tegenwoordig wordt de route ook regelmatig gefietst. Onderweg staan op veel plekken symbolen van het bedevaartsoord die reizigers de weg wijzen. Veel reizigers dragen tijdens hun tocht de Sint-Jacobsschelp bij zich, een schelp die langs de Galicische kust wordt gevist. Ruim 100.000 mensen reizen jaarlijks naar Santiago de Compostela af. Vooral in de jaren waarin de feestdag van Jacobus, 25 juli, op een zondag valt, is de bedevaart erg populair. In dat zuis dan zo door die hele kerk. Dat lijkt me graag. Als je die tegen je hersens krijgt, jongen, dan is het echt een eindoefening. Ja, dan ook koud. We bezoeken ook nog een van de grootste kloosters van Spanje, het Mosteiro de San Martino Pinario. De architectuur, altaar en koor zijn heel bijzonder.
Het is het, het einde van een culturele grijze dag. En we gaan weer met de trein naar, richting Vigo, in ieder geval. En dan stappen we gewoon weer uit op Villa Garcia da Arauza. En dan zijn we er weer. Kijken of ons Evaatje er nog ligt. Nou, duw maar. Daar zwemt een kleine kudde dolfijntjes. Maar ze vinden ons niet interessant. Wat volgens mij eigenlijk heel gezond is. We passeren Ia de Ons. En dat ligt zeg maar in de ingang van Ria de Vigo? Pontevedra. Ria de Pontevedra, daar ligt het aan de ingang. Nou, daar. En we varen alleen maar op het fokkie. We hebben 12 knoopjes wind nu, iets minder zelfs soms. En daar gaat een Nederlandse katamaran. Ja, grappig hè? Zijn de piepers al droog trouwens? Wat? De piepers? Ik zal even draaien. De andere kant ook even draaien. Even keren. Nou. Daar ligt hij dan. Het anker rolde even over een rots en nu ligt hij volgens mij als een rots. Ik denk dat het goed is. Ik denk dat hij ligt. Oké, nou mooi. Toppie. We hebben voor een lunchstop eventjes het anker uitgegooid bij Ia de Ons. En dat ligt, ik doe er wel even een kaartje bij, dan weet je ook wat ligt. En het is hier wonderschoon. Ik ga het laten zien. Kijk, dus, nou, dit is dan het eiland. En hier heb je het strandje waar we voor liggen. En we zijn redelijk dicht op het strand gaan liggen. Ik denk dat dit is nog geen, nou, is misschien 60 meter, maar veel meer is het niet. Het was 3 meter diep, dus dat is op zich genoeg. En daar heb je nog wat rotsjes en een grot. Grot is daar, lijkt het. Misschien ook niet. En we gaan zo eens eventjes naar de kant met Evita. Simone met sub, vindt ze leuk. En eens eventjes een klein beetje verkennen. We hoeven niet alles te zien van het eiland. Maar een klein beetje is natuurlijk wel leuk. Kijk. Evita dobbert gewoon rustig achter ons Evaatje. Ligt ze heel rustig te wachten totdat ze aan boord stappen. Je kan er niet helemaal in. Ook niet een beetje soms. Nou, wel leuk. Grappig.
Pet haalt het anker op. We vertrekken weer vanaf dit eilandje. Waar we niet eens geweest zijn. En Combarro. Daar is Simone geweest. Was het leuk, Simone? Dat is wel leuk. Maar ook een tourist trip. Een tourist trip, ja, precies. Nou, dus dan gaan we. Die slaan we over verder. En we gaan proberen richting Isla de Cies te komen. Of Isla de Cies. Isla is wat anders. Maar ja, er is niet veel wind, dus het zal wel een beetje op de motor varen worden. Is je al op, Pet? Blubber. Daar kunnen we zwemmen. We zijn onderweg naar een ankerplaatsje bij Isla de Cies, wat voor de Ria de Figo ligt. En nou, daar zijn we bijna. De vraag is alleen of dat we hier rustig liggen, maar voor een tussenstop zou het prima zijn. Kijk, het is nu al lastig om te bepalen of dit nou het mooiste uitzicht is. Dit. Ja. Misschien moeten we er een prijsvraag van maken. Ja, ja, het hoeft allemaal niet zo groot te wezen hoor. Size does matter, zeg je misschien. Er worden opnames gemaakt voor drie op reis hier. Dus ik dacht van nou. Laat ik nou eens de andere kant erop zetten. En dat is, ja. Hij wil van camera ruilen. Ik geloof niet dat ik het doe. Financieel gezien zou het een prima deal zijn waarschijnlijk. Maar nee. Moet kijken wat voor dingen je mee moet slepen dan. Het is inmiddels 6 uur. En het strand is leeg. De veerboten zijn vertrokken. We hebben het eiland voor ons alleen bijna. Kijk, daar is de zon. Wel bijzonder hier. Deze die hebben we net van een paar vissers gekregen bij Isla de Shell. Zijn ze allemaal aan het schermetjes vissen. Dan duiken ze tot 8 tot 16 meter diep. En hier zo, dit is het pootje, dat zit dan in het zand. En hier is zijn mondje. En ze staan dan zo in het zand. Dan moeten ze met de hand allemaal plukken. Omdat het gebroken is. Maar dit kan je opeten. Moet je maar even uithalen. Ja. Die kun je eruit trekken, denk ik. Die kunnen we ook afwijken. Wacht even. Nou, die kun je dus. Kijk wel, is lekker. Zo. Tjesjes. Zoetig, hè? Zoet, zout, heel lekker. Dit is weer gooien hier. Ja, overboord. Had ze flats. Over de reling. Ja, dank je, man. Nee.
delicatessen. En een kopje koffie erbij. Ja, precies. Zo, in het wijntje is lekkerder, denk ik. Ja. Ja. Ja, het is ook zo lekker. Ja. Ja. Na deze delicatessen in de morgen halen we het anker op en varen verder. In de volgende aflevering varen we diep de Ria de Vigo in, gaat Patrick overboord om ons uit een visnet te bevrijden, genieten we van de Spaanse tapas en varen we door naar Portugal. Wil je op de hoogte blijven van de reizen van Eva? Schrijf je dan in op onze website www.sailingeva.com voor de nieuwsbrief. Volg de diverse social media en abonneer je op ons YouTube kanaal. Wil je weten waar we nu zijn? Kijk dan op onze website en klik op Waar is Eva? Je ziet daar bijna per dag actueel onze route, waar we zijn en wat we doen. Dankjewel!